Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Goedenavond, beste kijkers. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Mokro Insight. Maar dit keer met degene waar het om gaat, de voetballers. Mag ik jullie voorstellen? Uit Amerika, Younes Mokhtar. En uit Utrecht, Emet Nezeh en Hilal Ben Moussa. Welkom, jongens. Dankjewel. Laat ik beginnen met het goede nieuws, Hilal. Gefeliciteerd. Contractverlenging. Dankjewel. Een jaar plus optie, nog voor een jaar. Ja. Had je natuurlijk al verwacht, toch? Ja, ik was al lange tijd bezig. Ja. Toen de competitie afgelopen was, wist ik al dat ze door wilden gaan. Hij heeft wel lang geduurd uiteindelijk, maar kan doen, is toch goed gekomen. Mooi, ik zag een filmpje op Twitter van Emmen. Laten we er even naar kijken. Ja. Ja, FIFA. Volgens mij ben je ook een FIFA-liefhebber, of niet? Ja, ik speel best wel veel. Vandaar dat ze het ook hebben gedaan, want ze weten dat ik af en toe met die e-sport jongens en zo doe ik ook wel eens wat leuke dingen. Dus ze hebben dat vonden ze leuk voor die supporters ook. Ja, goed. Gaan we naar Amerika. Orlando op dit moment, Younes. Hoe is het met je? Ja, gaat goed. Gaat goed. Wel een blessure opgelopen, laatste wedstrijd. Helaas, maar voor de rest gaat het goed. Ja. Ja. 3 wedstrijden, 3 keer gewonnen, 2 doelpunten, assist, goed gespeeld. Ja, jullie echt gewoon heel lekker, het ging ook super lekker. Laten we even kijken naar het doelpunt dat je maakt. Je ziet hier de aanname in de 16 en echt een beetje spitsen gewonnen. Ja. Ja, een beetje ABC'tje als je hem daar krijgt. Hè? Nou, dat is de kwaliteit van mij. Ik bedoel, dat zit er op dit moment wel ingeslepen na zoveel jaar. Ja. Ja, een beetje gewenning, hè? Automatismes die je creëert in de loop der jaren. Dan zie je in de tweede helft, of net al eerste helft, net voor de tweede helft eigenlijk. Ja, onschuldig duelletje. Je krijgt een beetje een zetje in je zij. Ik dacht in eerste instantie niks aan de hand, maar voelde je meteen pats? Ja, ik voelde eigenlijk in de lucht al, toen ik de bal uit de lucht wilde aannemen, dat ik mijn been overstrekte. En dat schoot meteen in mijn hamstring, dus ik voelde meteen dat het niet goed zat. En het had eigenlijk vrij weinig met de deal te maken. Hmm. Het was meer een overstrekking bij de aanname. Ja. En foto's al gemaakt? Ja, een rescan gemaakt. Tweede graad scheur, dicht in de derde graad aan. Dus 4 tot 6 weken hersteltijd. Ja. Eind het toernooi dus? Helaas wel voor mij, ja. 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 Jammer, want het zag er naar uit. Ik bedoel, ik heb meerdere ploegen gezien. Jullie stonden natuurlijk al bovenaan in de competitie begin van het seizoen in maart. Nu ook vrij makkelijk. Jullie winnen van Atlanta, die vorig jaar kampioen werden. Jullie winnen van New York, die tweede of die werden dan eerst in de pool in de halve finale. Je hebt de halve finale gehaald. Jullie waren wel aardig in vorm, hè? Ja, klopt. We hebben wat jongens erbij gekregen. Ook wat jongens die nu wat meer in ritme zitten. Dus het team begon zich goed te vormen. Maar ja, met dit soort toernooitjes weet je altijd dat je altijd wel wat blessures krijgt hier en daar. Elk team heeft er wel last van. Gelukkig hebben we wel een iets bredere selectie en kunnen we dat wel opvangen. Hmm. Maar in principe het belangrijkste waren de poolwedstrijden, omdat die meetellen in de reguliere competitie. Die hebben we in ieder geval gewonnen en de rest van het toernooi is eigenlijk, valt er in principe wel nog een Champions League plek zeg maar, te veroveren, maar niet, buiten dat niet meer heel veel. Ja. Kevin Leerdam, oud-Feyenoord, uit Vitesse speler, die zei eigenlijk is abnormaal dit. Hoe denk jij erover? Ik bedoel, je hebt 4 maanden niet gevoetbald en nu moet je in een toernooi vormen, eigenlijk volle bak. 3 wedstrijden in een week. Is dat eigenlijk wel verantwoord? Ja, als je gaat kijken naar het aantal blessuregevallen, dan zou je uiteindelijk zeggen nee, is niet verantwoord.
Ja, je probeert als atleet probeer je lichaam zo goed mogelijk te verzorgen en zo fit mogelijk te blijven. Maar als je dan toch wordt blootgesteld aan zoveel intensiteit in korte tijd, ja, dan krijgt je lichaam gewoon een klap te verduren, weet je. Daar kun je niet omheen. Want jullie trainer hield er wel rekening mee. Jullie roleerden wel, zeg maar. Ja, klopt. Maar je moet ook niet vergeten, het zijn hele andere omstandigheden hier. De vochtigheid is heel hoog. Het is heel warm. Je speelt heel laat. Je speelt 10:30 in de avond. Daarnaast train je ook gewoon door, snap je. Het is een opeenstapeling van factoren. Voel je dan zo'n blessure aankomen, zo'n hamstring? Voel je dat aankomen of is dat echt... Nou, ik had eerlijk gezegd had ik last van mijn lies. Voor de wedstrijd al. En misschien dat je onbewust daardoor toch andere spiergroepen meer aan het werk gaat zetten. Ik had geen last van mijn hamstring, maar het een heeft wel met het andere te maken. Ja. Doordat het lichaam is gaan compenseren, kan het zomaar zijn dat ik daardoor mijn hamstring te veel heb belast. Weet je, maar Allah alim, uiteindelijk, weet je. Ja. Dus, het loopt hoe het moet lopen. Ja. Ik zie je met knikken. Als het om blessures gaat, ja, daar kun jij een boek over schrijven. Herken je dat? Als je last hebt van het ene, dat je dan gaat overcompenseren met het andere? Ja, het zijn ook dingen die je heel onbewust doet. Je doet het zonder dat je het weet. En kijk, in Younes' geval is het dan helaas gelijk fout gegaan. Maar je lichaam, ook als topsporter, is iets breekbaars. En topsport, ja, het woord zegt het al. Je zit echt op de toppen van je kunnen. En we worden allemaal een jaartje ouder. En ik weet ook hoe de jeugdopleidingen vroeger waren. Dat waren gewoon wedstrijden achter wedstrijden en trainingen achter trainingen. Dus in dat opzicht, ja, zitten zoveel uren training en wedstrijden in zo'n lichaam na een aantal jaar. Ja, en dan kom je gewoon in een periode waarin je lichaam op een gegeven moment kan zeggen van, ja, even niet. Ja. Je bent onlangs gestopt, officieel gestopt. Je hebt nu een andere carrière, scout. Bezoekt veel wedstrijden, kijkt nu naar spelers. Kijk jij anders dan als voetballer? Toen je als voetballer zeg maar naar spelers keek? Ja, heel, heel anders. Het is echt een totaal andere manier naar kijken, naar voetbal überhaupt. Ook anders dan hoe trainers kijken. Trainers die kijken bijvoorbeeld meer vanuit het tactische beeld. Als voetballer kijk je meer naar, oké, mijn tegenstander, is die goed, is die niet goed, wat kan die goed, et cetera. En als scout kijk je ook naar potentie. Dit in een competitie in Nederland, waarin we eigenlijk geen spelers zijn. Dus waar je wel echt naar gaat kijken, oké, hij zit op dit moment, op dit punt in zijn carrière, en over 2-3 jaar, waar zou hij goed kunnen groeien? En dan kijk je echt naar ontwikkelingspunten. Dus je maakt een soort van SWOT-analyse over de speler. Zijn sterkte, zijn zwakte. Zijn dingen waar hij nog zich op kan ontwikkelen. En ook de dingen waarvan je weet van ja, dat wordt heel moeilijk om te ontwikkelen. Want ik ben 74, ik zal op mijn 21ste zal ik waarschijnlijk niet 10 centimeter gaan groeien. Dus dat zijn allemaal dingen die dan wel, ja, waar je over moet gaan nadenken. Dus ja, je kijkt echt heel anders naar voetbal. Hillel, zijn jullie al begonnen met de voorbereiding? Maandag. Ja. Weer fit? Ja, je zult die voorbereiding nodig hebben. Weet je, je kan... ik moet je eerlijk zeggen, ik heb bijna niet meer gelopen. Nee? Omdat ik er echt klaar mee was. Ik ben vooral gaan voetballen met vrienden. Weet je, dat lopen, dat werd hem niet meer. Dus vooral gaan voetballen met vrienden. Ik was toevallig laatst met hem uit gaan voetballen. Is wel een wat ander niveau. Kijk, dan worden Eimed en ik uit elkaar gehaald, maar dat niet, maar... Maar dan moet je wel even erbij zeggen, wie wint er dan meestal, Hillel? Nee, het is de eerste keer dat we uit elkaar gingen. De vorige keer waren we samen. Sorry, rustig, kijk, Eimed wel direct de... Eimed had een beter team. Laten we daarop houden. Maar kan hij het nog, Eimed? Kan hij het nog een beetje? Ja, zeker. Maar ik weet nog dat we de... echt, ik denk 2 maanden geleden of zo gingen we een keer voetballen. Gingen we tegen wat jonge jongens spelen. En toen vroeg iemand ook, het waren vrienden van mijn broertje, zeg maar. Mm. En die kenden mij wel. Toen vroegen ze ook van, wie is die jongen daar, weet je. Ja, dan vertel je dat hij vroeger heeft gevoetbald daar en daar. En, yeah. Dus ze vragen alleen naar hem en niet naar de rest. Nou ja, hij kan nog steeds goed voetballen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat, kijk, die buiten die blessures om, dat hij nog steeds makkelijk betaald voetbal aan zou kunnen. Ja. Dat zijn complimenten, hè? Ja, ik ben heel slecht met complimenten aannemen. Moet je even recorden, Eimed. Moet je even recorden, dit, hoor.
Gewoon een nieuwe partner van Hilaire. Ja, ik wou het even met je hebben, Hilaire, over Emmen. Want jullie hebben vorig jaar afgelopen seizoen echt een bizar seizoen gedraaid. 12e geëindigd. Ik moet eerlijk zeggen, begin van het seizoen, dan moet je altijd zeggen, dan wordt je de vraag gesteld, wie gaat het degraderen? Ik had Emmen met stip op 1 en RGC op 2. En dan word je 12e met maar 3 punten achter op play-off plek. Dat is echt heel bijzonder, hè? Ja, vooral in die thuiswedstrijden was het echt gekkenhuis. Weet je, we hebben toen gesproken over Willem II thuis. Ja. Waarbij de trainer zegt dat ze eigenlijk overal beter zijn, maar in die wedstrijd zie je het niet. Weet je, en als je ook nog, eigenlijk heb je in die uitwedstrijden gewoon te weinig punten gepakt. Pak je daar 4, 5 punten meer, sta je inderdaad op een play-off plek. Want... volgens mij hadden wij in die thuiswedstrijden, zaten we op een gegeven moment echt bij de bovenste 5 plekken. Dat wou ik net aan jou vragen, weet je nog, want ik heb het toen ook opgezocht. Weet je hoeveel je bent geëindigd als je alleen de thuiswedstrijden zou Ja, pakken? Ik dacht in top 5, maar ik weet niet zeker. Nummer 4. Ja, achter Ajax, AZ en Feyenoord. Ja. Dus dat is echt bizar. Maar wat... Lijkt net Pek Zwolle. Die wint ook alleen op Kunstgras. Ja. Zij hebben zo op het thuis tegen ons. Jullie winnen alleen thuis. Maar wat is nou het verschil tussen, zeker voor jullie, tussen thuis en uit dan? Dat... Uiteindelijk is het mentaal. Ja? Weet je, ik kwam in januari dan. En toen was, volgens mij hebben ze... toen alleen RKC uit gelijk gespeeld en voor de rest alles verloren. En toen kwam ik en toen dacht ik, we speelden de eerste uitwedstrijd tegen Vitesse. En dat was mijn eerste uitwedstrijd. En ik zat in de kleedkamer in de rust. Ik moest al na 20 minuten moest ik al warm lopen, want echt, het had 4-0 kunnen staan voor Vitesse. En ik dacht, wat is hier aan de hand, man? Ik was geschrokken. Goeie analyse van gewoon... Emmet, hè? Emmet heeft jullie goed geanalyseerd. Dit is mijn werk, bro. Ik had toch iets van, we lijken wel, ik weet niet, maar gewoon echt bang en noem maar op, weet je. En na de rust veranderde alles. Toen hadden we eigenlijk de tweede helft moeten winnen, was het veel van het goede geweest voor de hele wedstrijd natuurlijk. Maar de tweede helft werd het 1-1 en had je gewoon nog 3, 4 goals kunnen maken. Dus ik had wel het idee dat het geloof groeide, volgens mij daarna Feyenoord uit. Dat was een goede wedstrijd, tot... Ja. Tot het einde, laatste. Tot de 2-0 een beetje, ja. Je had gewoon gelijk moeten maken direct na rust. Maak je niet. Ja, toen kwam Sparta uit. Nou, dat was voor mijn gevoel wel echt een incident met persoonlijke fouten. Maar ik denk ik heb de eerste helft van het seizoen ook alle wedstrijden een beetje gekeken. Voor mij puur een mentaal ding. Weet je, als je naar uitwedstrijden gaat en je gaat heel bang erheen, ja. Weet je, dan sta je al 1-0 achter. En zeker op dit niveau, denk ik. Zijn er verwachtingen voor komend seizoen? Kijk voor naar de doelstelling, realistische doelstelling. Ja, kijk, voor de buitenwacht zal hetzelfde zijn, handhaving. Maar voor ons, wij willen wel echt omhoog gaan kijken. Dus je bent nu 12e geëindigd. En je moet een keer, als je echt een stabiele Eredivisieclub wil worden, moet je wel een keer richting die play-offs gaan kijken. Ja, grote woorden voor een club als Emmen. Ja, maar kijk, iedereen blijft dus bij het woordje Emmen en dan denk je inderdaad daaraan. Maar we hebben wel echt een paar spelers, Peña op 10. Ja. Die is zo goed. Dus, weet je, ik zou zeggen, hij met ga eens een keer naar kijken. Maar ik denk dat hij al onbetaalbaar is voor Vitesse. Oh. Weet je, we hebben een paar spelers. Blijf spelen van Emmen. Als je bij Emmen voetbalt, dan is transfersom altijd lager. Hè? Dan wordt je zo gepresteerd bij Ajax of bij Vitesse. Of bij, klopt, maar deze niet. Dit is een Peruaanse international ook, hè? Ja. Ik weet dat, ik heb begrepen, ik weet niet of dat 100% waar is, maar ik weet bijna wel zeker dat Feyenoord hem wilde hebben. Maar dat Emmen 5 miljoen vroeg en dat ze daarom naar Diemers zijn gestapt. Okay. Ja. Maar je moet je niet vergissen, kijk, dat hadden wij ook een tijdje bij Zwolle. Kijk, het kost een aantal jaar voordat je echt stabiel wordt in de Eredivisie. Volgens mij hebben ze dat toen ook zo een beetje berekend dat als je volgens mij 10 jaar. Minimaal 10 jaar achter elkaar, zeg maar, in de Eredivisie blijft, dan kun je zeg maar groeien naar een stabiele middenmotor, zeg maar. Ja, het moet ook geslaagd gaan. En is net pas gepromoveerd en volgens mij is het tweede jaar in de Eredivisie. Dit was het tweede jaar. Ja, het tweede jaar, ja, ik bedoel, ja. Ja, wat kort tijd. Nee, maar het is heel simpel. Als je kijkt naar vorig seizoen, pak je inderdaad 5 punten in uitwedstrijden meer. Het waren er nu 2. Ja. Ja, pak je 5 punten meer, wat absoluut mogelijk is. Ja, dan sta je opeens op 9, 8.
Ja, maar Hillel, jij weet ook donders goed. Uiteindelijk sta je waar je moet staan. Er zijn ook heel veel wedstrijden die je bijvoorbeeld wint, die je net zo goed had kunnen verliezen. Snap je? Kijk, dus uiteindelijk, aan het eind van de rit sta je waar je hoort te staan. Jawel, die plek 12 was ook goed. Dus ook, kijk, wij Zwolle ook wel eens seizoenen gehad, en dan eindigden we 7e of 6e. Of de play-offs haalden, maar uiteindelijk net in de play-offs niet een plekje voor Europa League, zeg maar, haalden. Of we zelfs wel hebben gehaald. En het jaar daarop eindig je gewoon 15, dan ontloop je net degradatie. Tuurlijk, ja. Ik bedoel, dat schommelt zoveel. Uiteindelijk ook Younes en Hillel. Ik denk dat daarin ook heel belangrijk is wat is het gemiddelde salaris wat je kunt betalen. Dat geeft eigenlijk ook weer van hoe breed jouw selectie is. En ik denk dat vooral heel belangrijk is. Waarom is Ajax en PSV zo goed? Omdat zij een veel bredere selectie hebben met jongens die op een bepaald niveau kunnen voetballen. En inderdaad, ik ben het met je eens. Penja is een goede voetballer. Kijk, het zou raar zijn als wij spelers in onze achtertuin niet kenden. Dus die kennen we in principe ook. Alleen dan is de vraag inderdaad, wat zijn de kosten? Maar ook, wat gaat die speler uiteindelijk toevoegen in jouw elftal? Hoeveel scoort hij uiteindelijk? En dat zijn allemaal de vragen die je moet gaan stellen. En weet je, dat is ook uiteindelijk straks de key voor een FCM. Is om beetje bij beetje toch de breedte van de selectie. Om daar een zo goed mogelijke match te gaan creëren. Om aan te haken ook straks bij Groningen. En het is heel simpel. In mijn laatste seizoen bij Zwolle. We hadden een hele goede team. We stonden in de winterstop stonden we derde of vierde zelfs. Mm. En na de winterstop is het gekelderd. Waarom zijn we helemaal naar beneden gekelderd? Omdat we een smalle selectie hadden. We hadden 12 goede spelers. Ja. En de breedte van de selectie was gewoon te smal. Dus als die jongens raakten geblesseerd en er kwamen andere jongens in, was het verschil gewoon te groot. Mm. Waardoor we het niveau niet meer aankonden bij een topclub. Ja, die eentje raakt geblesseerd, staat weer een andere topper op. Ja, ja. Waardoor ze dat niveau kunnen behouden. Maar als je bij een kleinere club zit en je hebt wat minder te investeren, je hebt maar net genoeg te investeren voor 11 goede spelers. Mm. Weet je, en dan raken 2-3 geblesseerd. Ja, dan heb je gewoon problemen. En wat denk ik ook bij jullie een kracht is, Hillel, is ook misschien omdat de echte sterren, die ontbreken misschien echt. Jullie zijn meer echt een sterke team, maar ook jullie trainer. Ik vind dat jullie best wel een trainer hebben die met een frisse blik naar voetbal kijkt, maar daarin ook niet te naïef speelt, als je begrijpt. Nee. Het is vanuit een goed systeem, vanuit een goede verdedigende formatie, om van daaruit gegroepeerd aan te vallen, maar ook echt te verdedigen. Maar stel je voor, Dick Lukin die heeft nog een jaar succes en hij wordt overgenomen. Snap je, hij gaat naar een andere club. Dan, zeker. Daarvoor in de plaats. Dat zijn ook allemaal dingen die heel belangrijk zijn. Klopt. Younes, je hebt natuurlijk lang in de Eredivisie gespeeld. Je hebt Turkije gezien, nu in Amerika. Wat is, als je het niveau in Amerika vergelijkt met Nederland, hoe moeten we dat zien? Hij is wel gelijkwaardig, denk ik, op de top 3 na. De top 3 van Nederland? Op de top 3 na van Nederland is het wel gelijkwaardig met de Eredivisie. Alleen het is hier wel iets fysieker, zeg maar. Het is wat meer op en neer. Beetje, hoger tempo. Ja, hoger tempo. Het gaat gewoon, kijk, in Nederland spelen beide teams wel veel op balbezit, weet je, gaat het bal op en neer. Maar hier is het best wel, er zijn heel veel teams die direct spelen. Ja. Weet je, waardoor je continu op en neer gaat. Dus dat is wel anders dan in de Eredivisie. In de Eredivisie heb je meestal, soms heb je de bal heel lang. Weet je, en dan kun je tot rust komen en hier is het gewoon op een en weer pendelen. Dus qua fysiek is het wel wat meer dan in Nederland. Ik vroeg toevallig laatst, we hebben Michael De Leeuw die bij, hoe heet hij, was het met Kapelof nou? Chicago. Ja, Chicago. Ja, hij zat daar. Ik vroeg hem van hoe was het niveau en dit en dat. Hij zette gewoon van, bijna overal is het een beetje zo, in Amerika, elk team heeft ongeveer 6-7 echt goede en de rest is gewoon echt niet goed, gewoon echt. Dat is ook in de loop der tijd veranderd. Kijk, hij heeft er, ik weet niet hoe, het is alweer een aantal jaren geleden dat hij hier heeft gezeten, maar ook hier binnen de MLS groeien ook de budgetten, weet je, de inkomsten. Het wordt populairder hier in Amerika, waardoor ze meer te besteden hebben. Dus ze hebben ook wat meer te besteden in de selectie. Ja. Ik moet zeggen, kijk, niet in alle teams, maar de meeste teams hebben wel een stabiele selectie gewoon, weet je. Het wordt wel gewoon goed gevoetbald. Verschillende stijlen voetbal. In Nederland is elk team, of je nou tegen RKC speelt of je speelt tegen Groningen, bij wijze van spreken, of elk team wil voetballen. Ja. Dat is gewoon echt typisch Nederlands. Maar hier heb je gewoon verschillende stijlen. Je hebt teams die spelen in 4-4-2.
Gewoon ballen erin pompen en gaan, weet je. En op de tweede bal voetballen. Dat soort teams die 5-3-2 spelen. Je hebt verschillende speelsystemen waar je tegen moet spelen. In Nederland is meestal 4-3-3 klaar. De meeste teams spelen 4-3-3. Ja. Misschien hooguit één team die afwijkt naar 4-4-2. En that's it, weet je. Dus meestal is het allemaal wel hetzelfde. En hier is het wel heel veel meer dynamischer, zeg maar. Ja. Als je kijkt naar jouw club, Columbus Crew. Jullie hebben geen echte sterren, hè? Echt, sommige teams hebben echt sterren. Of sterren meestal. Ja. Oud-gediende. We hebben wel een Mexicaanse, Argentijnse speler gehad uit de Mexicaanse competitie. Die hebben ze laatst in de zomer voor 8 miljoen gekocht. Okay. Dus ja, dat is wel veel geld voor een club als Columbus. We hebben Amerikaanse international lopen in de spits. Zardes. Ja. Is Amerikaanse international. Ja, dat is dan voor hier in Amerikaanse begrippen wel een naam, zeg maar. Zijn jullie populair als thuis publiek? Hoeveel toeschouwers zitten bij jullie in thuis? Het ligt aan de wedstrijden. We hebben bijvoorbeeld een aantal wedstrijden die zijn helemaal uitverkocht. Dan zitten er 30. Maar je hebt ook wedstrijden dat het niet zo interessant voor het publiek is. Dan zie je er maar 15. Okay. Dat verschilt echt per wedstrijd. Maar we hebben ook nu een stadion. Die zit een beetje afgelegen. Maar het nieuwe stadion komt meer downtown. Okay. Daar verwachten ze wel veel van. Dat is, want als je hier, we hebben hier een college voetbalteam. Ohio State. Daar zitten gewoon 100.000 mensen op tribune. Serieus? Maar hier, Amerika voetbal is wel heel populair hier in Amerika. Yeah. Ja, voetbal is wel iets wat echt opkoming is nu. Het begint wel populaire sport te worden, maar de echt grote sporten hier zijn echt baseball, basketbal, Amerika voetbal. Dat zijn wel echt de... We hebben ook een ijshockeyteam. Dat is ook wel populair. Ja. Frank de Boer 3 keer verloren. Heb je die nog gesproken toevallig gisteren na de wedstrijd? Ik sprak hem toevallig daarvoor in het hotel. Hadden we een beetje over situatie en zo en alles gesproken hier. Ja, ze hebben ook natuurlijk veel geblesseerde, belangrijke spits van hun, die beste speler eigenlijk, die geblesseerd is. Ja. Veel spelers die zijn weggegaan. Hele goede middenveld die nu bij ons zit, Nagby. Dat is echt een goede speler. Die kan gewoon makkelijk gewoon bij Ajax gewoon op middenveld spelen. Ja, die is echt goed. Ja. Hij is echt goed. Maar we zijn belangrijke schakels kwijtgeraakt en dat hebben ze eigenlijk niet echt opgevangen. Dan zie je, maar dan nog een club als Atlanta. Die zou wel beter moeten presteren dan dat ze nu doen, zeg maar. Ja. Ja. Wat is jullie doelstelling als club? Wat vast is jullie? Vorig jaar hebben jullie de kwartfinale gehaald. Zeg maar, De trainer wil gewoon MLS Cup winnen. Dus dat is de doelstelling, MLS Cup winnen. Kijk, hier is het wel anders dan in Nederland. Als Vitesse gaat roepen, we willen kampioen worden, dan gaat iedereen een beetje lachen. Maar hier met de competitie opzet die hier, is het mogelijk om kampioen te worden. Iedereen kan winnen. Want het is Oost heeft 12 ploegen, West 11 ploegen. Uiteindelijk gaan de beste 8 gaan door. 7 gaan naar de play-offs. Ja. 7 gaan naar de play-offs. En dan in de play-offs, kan er alles gebeuren. Ja. Als jij de play-offs wint van jouw conference, dan speel je tegen de winnaar van de andere conference. En dat is dan de finale van de MLS Cup. Als je die wint, is één wedstrijd. Ja. Het is meer een toernooivorm, zeg maar. Als je eenmaal in die play-offs zit, dan is het meer een toernooivorm. En in het toernooi kan er van alles gebeuren. Dus, ik vind het wel een charme. Ik ben een groot fan van NBA, dus ik weet hoe het werkt met basketbal. Ik bedoel, je kan via de competitie eindigen. Maar uiteindelijk, die play-offs, daar draait het om. Dan moet je pieken. Zou dat ook een leuk systeem, kijk even naar jou, zou dat een leuk systeem voor Europa zijn? Om met play-offs te werken? We hebben hier een hekel aan play-offs als het gaat om Europees voetbal. Uiteindelijk, het idee dat elke ploeg kan winnen is een mooi idee. Maar ik denk dat je in Amerika ook over echt andere soorten grote steden praat, weet je. Elke staat heeft wel een ongelooflijk grote stad. Ja, kijk, Emmen of Arnhem, daar kun je niet opbotsen tegen Amsterdam of Rotterdam. Dus de budgetten daarin zijn gewoon niet gelijk. Dus dan zou je in eerste instantie de hand moeten rechttrekken. Dan heb je ook daadwerkelijk ook twee ploegen die gelaagd zijn aan elkaar. Maar in Europa is aan de competitie opzetten zo geregeld. Madrid of Barcelona of Chelsea of Ajax, die gaat niet zomaar hun
ja, concurrentie. Ja, ik hoor jouw geluid. Als jij praat, hoor ik bepaalde dingen doorheen. Oh, hoort je nu beter? Denk het wel. Probeer eens. Ja, in ieder geval bepaalde clubs die gaan hun concurrentiepositie niet zomaar opgeven om een heel romantisch idee wat leuk lijkt voor de fans van M en ook Vitesse. Maar, dus ik denk dat het heel lastig is. Het is een mooi idee. En, het is er ook een beetje anders, sorry om te onderbreken, maar hier is het zeg maar echt entertainment. Hè? Ja. Hier is het echt showbiz entertainment. Het is gewoon voor het publiek. Ja. En in Europa gaat het gewoon echt om geld. TV-rechten, gelden, Champions League, Europa League. Hmm. Hier is dat niet zo. Hier zijn ze meer afhankelijk van wedstrijdreceptes. Dus wat ze binnenkrijgen aan ticketing en consumptie, et cetera. Dus het moet gewoon echt entertainment zijn voor de mensen om naar een wedstrijd te komen kijken. Maar hebben jullie dan ook echt een showprogramma in de rust voor de wedstrijd na de rust? Ja. Maar het is hier echt een familie-uitje, zeg maar. Echt een vrienden. Gewoon, het is echt iets waar mensen naar uitkijken. Hmm. De zaterdag bijvoorbeeld, mensen gaan van tevoren komen, ze allemaal op parkeerplaats, hebben ze allemaal een grote truck, gaat die kofferbak open, barbecue draait, coolbox. Nee, maar echt zoals het een beetje in films ziet, dat zo is het, maar zo is het echt, weet je. Maar als je aankomt bij het stadion, zie je gewoon echt op parkeerplek allemaal SUV's, weet je, barbecues, coolboxjes, en mensen gaan gewoon een gezellig dagje van maken, weet je. In Nederland is het gewoon meer zakelijk. Huh? Mag ik je wat vragen? Is het zoals je het had verwacht? Eerlijk gezegd, ik wist niet wat ik er echt van moest verwachten, weet je. Ik heb het nooit op die manier meegekregen. Maar het is wel apart om te zien. Is het wel leuk. Nee, is wel meegevallen, zeg maar. Het is wel leuk. Ik hou er wel van, maar laat ik het zo zeggen. En voordat de wedstrijd begint, wordt er een hele show van gemaakt, weet je. Vuurwerk, een hele showtje en dan volkslied. Ja, het is gewoon eigenlijk ja, voetbal. Je ook, zo zijn we, daarvoor zijn we ook begonnen. We zijn gaan voetballen om mensen te entertainen. Leuk, weet je, plezier. En ik heb het gevoel dat gaandeweg in Europa dat eigenlijk een beetje verloren is gegaan. En het meer allemaal zakelijk is gaan worden. Ja. In Nederland komen mensen 10 minuten voor aanvang. We komen niet eens de warming net kijken. Het is gewoon 10 minuten voor aanvang. Zo kort mogelijk op de wedstrijd daar naartoe gaan. Wedstrijdje kijken en up. En dan zijn we weg naar huis toe. Hier maken ze echt een dag uitje van. Ze komen echt een paar uur van tevoren. Barbecuen, warming up gaan ze kijken. Weet je, nog even wat drinken. En na de wedstrijd blijven ze ook hangen. Gaan ze nog even eten, wat drinken, weet je. Dus het is echt meer hier een dag uitje dan in Nederland, weet je. Sterker nog, in Nederland. In Nederland zien ze zelfs 5 minuten voor het einde al weggaan. Zodat ze in de drukte terechtkomen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een simpel iets. Als na de wedstrijd is het hier ook niet normaal dat je zeg maar een rondje doet om het veld, weet je, iedereen bedanken en zo. Het is gewoon iedereen klaar, de wedstrijd is klaar en de show is zeg maar afgelopen, weet je. Ja. In Nederland is ze voetje daar. Als je gaat klappen, maken ze helemaal af. Ja. Maken ze met de grond gelijk. Dus dit is. Dat is wat ik bedoel, het is gewoon echt een show. Je hebt even de show gegeven, 90 minuten lang. Klaar. 92. Klaar, inpakken. Ze gaan lekker weer genieten van hun etentje en van hun drankjes, weet je. Klaar, ja. No hard feelings. Gewonnen, verloren. Ja, het is steeds gezelliger als ze winnen, maar als ze hebben verloren, wordt het nog steeds een feestje gevierd. Dus je hoeft niet bang te zijn als het even slecht gaat, bijvoorbeeld, dat supporters dan even naar de training verhaal komen halen? Of... Nee, dat is echt ondenkbaar hier. Nee. Dat is echt ondenkbaar. Nee, dat gebeurt echt niet. Dus blijf wel altijd gewoon positief, weet je, hoe de club ook presteert. Het is meer, hier is het meer de media, zeg maar, die de druk een beetje opvoert. Zoals nu met Frank de Boer. Ja. Die heeft dan 0 punten, 3 wedstrijden. Ja. Eigenlijk, ja, de fans hoor je niet veel. Maar dan hoor je in één keer, dan gaat de media gaat toch wel een beetje van... moet Atlanta niet wat doen? 3 wedstrijden, 0 punten, weet je, is dat wel dat? Dus dat, ja, alleen de media die zit er een beetje. Je hebt hier 20 talkshows. Ze doen niks anders dan de hele dag over een sport praten. Just. Maar ja, dat is een beetje anders. We hebben nog 4 minuten. Ik wou nog kort over Hakim Ziyech hebben. Natuurlijk eerste training bij Chelsea. Wat verwachten we van hem bij Chelsea? Met is de scout, hè? Laten we beginnen met de scout. Zo, ik word hier even onder druk gezet. ik denk dat Hakim Ziyech zich al genoeg heeft bewezen op het allerhoogste niveau.
ik denk dat hij nu ook volwassen genoeg is om ook tegen de druk van de Premier League aan te kunnen. Dus ik denk dat het mentaal geen issue zal zijn. Het zal eerder zijn van hoe gaat Chelsea spelen en wat verwacht Chelsea van hem? Kijk, uiteindelijk, ja, je bent toch onderdeel van het team, hè? En als Frank Lampard hem kan gebruiken met de kwaliteiten die hij heeft, ja, dan kan Hakim Ziyech in elke elftal renderen. En dan kan hij ook Giroud bereiken en Pulisic en dat soort gasten. Kijk, voetballen met goede voetballers is makkelijk voetballen. Dus ik denk alleen dat het voor hem beter zou zijn, mits hij zijn kwaliteiten alleen hoeft te gebruiken. En niet dat hij opeens hele andere dingen moet gaan doen, zoals Erik veel kopduels gaan winnen, et cetera. Maar ik denk niet dat ze dat van hem zullen vragen. Younes, jij hebt nog samen met hem gespeeld in FC Twente. Had jij verwacht dat hij deze stappen zou maken? Zou kunnen maken? Ja, die potentie heeft hij altijd wel gehad. Ja. Kijk, hij was altijd wel creatief en zo. Kijk, hij was wel een heel mannetje, maar hij stond wel altijd een mannetje, weet je. En hij was wel altijd wel slim in duels ook. Ja, je zag wel dat hij die potentie had om uiteindelijk die stappen te maken. Ook mentaal? Ja, ook mentaal. Kijk, hij is een hele lieve jongen en maakt veel grappen en zo. Maar naast het voetballen kan hij ook misschien wat losjes zijn. Maar als hij ook op het veld staat, is hij wel echt op en top professional, weet je. Dan heeft hij echt de winnaarsmentaliteit. Dan wil hij gewoon echt winnen. Ja. Dan bepaalt hij ook als het niet loopt, weet je. Dus dat is gewoon respect dat hij die knop zo kan omzetten, weet je. Dat hij, als hij op het veld is, gelijk echt die topsportmentaliteit heeft. Dus zeker. Je hebt tegen hem gespeeld afgelopen seizoen? Ja, hij is bizar. Maar ik denk beste speler die wij ooit hebben gehad onder Marokkaan. Ik had een beetje hetzelfde wat Ahmed zei. Ahmed zei, het is meer hoe Chelsea gaat spelen. Ik heb ze gisteren tegen Liverpool gezien. Als ik die verdediging zie, word ik er niet heel vrolijk van. Weet je? En dan kan je wel een jongen hebben voorin die 4 keer scoort of 3 assists geeft. Maar als je er zelf 4 tegen krijgt. Ja. Weet je? Dus ik hoop dat ze achterin nog wat gaan doen. Misschien moeten ze bij de keeper beginnen. De keeper, die daar heb ik veel over gesproken. 70 miljoen. Maar, 80 miljoen, ja. 80 miljoen. En weet je wat het ook is, Noordin? Kijk, als scout ben je continu aan het vergelijken. Kijk, Ziyech kun je enigszins qua bouw, fysieke bouw vergelijken met Eriksen. En in dat geval schat ik Ziyech verder op dit moment dan toen Eriksen naar Tottenham ging, weet je. Dus, ja. Ja, ik heb er een positief gevoel over, maar puur alleen om... Ja, je probeert linkjes te leggen van hoe is het in het verleden gegaan. Dus ja. Ja, maar kijk, Hakim wordt beoordeeld op zijn aanvallende kwaliteiten en op zijn inbreng. Ja, als de verdediging dan de 2 doorlaat, maar hij scoort en geeft hem assist, dan heeft hij zijn ding gedaan. Snap je? Ik denk ook de manier waarop Chelsea speelt hem wel licht, hoor. Het is eerder hoe de tegenstanders gaat verdedigen ten opzichte van hem, maar hij is slim genoeg daarin, denk ik. Ja, maar in Nederland, als je bij Ajax gewend bent te spelen, dan ben je wel gewend te spelen tegen tegenstanders die zich ingraven en die allerlei manieren gaan gebruiken om je eigenlijk uit je spel te halen. Ja, maar Premier League is wel een ander niveau, hè. Je hebt ook veel... Ja, maar ik geef je gewoon aan. Jij zegt net, hij speelt met goede spelers. Kijk, als jij met Pulisic speelt, met Tammy Abraham, met Giroud, je hebt Willian, je hebt al die Kante op middenveld, je hebt allemaal... fantastische voetballers om je heen. Dan is het ook wat makkelijker combineren. Is het ook makkelijker doorheen voetballen. Kijk, als hij zich daarop kan focussen op wat hij goed kan. Ja, dan ben ik er zeker van overtuigd dat hij ook bij Chelsea zijn ding kan doen. Nou, laten we afsluiten met deze hele mooie woorden. Jongens, mag ik jullie bedanken voor de eerste. Het was echt een genoegen. Ik wens jullie allemaal super veel succes. Younes, gauw fit worden, inshallah. Maandag kun je gaan zweten. Aan de bak. Komt goed. En Ahmed, ja, succes met de pareltjes vinden op het veld. Komt goed. Daddy, tot de volgende keer. Goed man, jongens. Dankjewel. Dankjewel. Hey jongens, dit was de eerste aflevering. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet die duimpjes omhoog. Te liken, te reageren. En ik hoop jullie snel wat terug te zien.